zitten gordels in en vertrouw ik maar op. Die heb ik normaal nooit om, maar nou wel. John van den Berg. En toen heb ik hem weer bezet en toen deed hij het wel en toen weer niet. Dus ik hoop dat hij voor de volgende groep wel doet. Dat is wel jammer, want hij maakte mooie sprongen. Vierde plaats dus helaas in het eerste. Weet het zelf ook. En het is 12. John, 12 meter! Benny, dat brengt jullie op 17 meter en 50 centimeter. En daarmee sta je nu aan kop voor het tweewielerrijden. Een regen op een zon, een diesel geluk gesmeerd. Lossen en laaien, lange uren draaien. Die 3600 turbo ATI, dat ding trekt als een beeld. Op het dashboard een foto, gezien nieuws en auto. In de truck voel ik mijn thuis. Ik scheur door de nacht naar mijn vrouwtje die wacht. Mijn oude trouwe turbo dikke diesel daar brengt mij van op een thuis. 110 op de teller, alleen op dat laatste stuk. Als het mag, dan kan het nog sneller. Maar ik kom in de buurt van Nederland en daar is het veel te druk. Slagen die niet lossen mag, nou dan werk ik wel. Ik red het altijd net met mijn budget. Ik heb mijn slaapkabine ingericht, net zo goed als een hotel. 110 op de teller, alleen op dat laatste stuk. Als het mag, dan kan het nog sneller. Maar ik kom in de buurt van Nederland en daar is het vol te druk. Benny had nogal wat doelen voor zich waar hij uit kon kiezen. Wie het was of wie die wilde schieten, zullen we wel nooit weten. Een feit is het dat een week na deze opname de Amerikaanse president Bush naar Scheveningen kwam en 's nachts de politie kwam controleren of er echt niet met dit kanon geschoten kon worden. Benny Jolink geeft de weg aan. John van den Berg volgt hem. Ze hebben nog een kans op de eindoverwinning, maar dan moeten ze nu heel erg goed rijden. Tot en met dit onderdeel hebben ze 29 punten. Staan op de derde plaats. En daar Jolink. Als een veldheer geeft hij de weg aan. En dan de finish. Een tijd van 36 seconden. Jawel, Benny. 36 seconden voor Benny Jolink en John van den Berg. 14 seconden sneller dan Tatjana en Boet van Dulmen. Mocht u trouwens deze tank nog een keer willen zien, dat kan. Hij staat op dit moment in het Oorlogsmuseum in Overloon. Goedemiddag. FIFA Victory! Hoe is uw echte naam? Bonaparte. Thank you. Hey jongens, hoe ging dat? Het zag niet verkeerd uit eigenlijk. Ik denk dat ik toch maar in dienst ga. Dat zijn toch een van de mooie kanten als je in dienst zit, hè? Dus waarschijnlijk, ik moet nou voor het eerst van mijn leven naar de kapper, want er is wat geschroeid hier en daar. De tijd was dus inderdaad het snelste, 36 seconden. Ja, en aan de verkeersregels gehouden. Ik heb mijn handen uitgestoken. Netjes aangegeven wanneer de bommen afgingen. Ja, hè. Goed, redelijk getimed. En dat ken ik van playbacken voor tv. Hè. Dus dat,
Jij mooi, hè, die bommen, hè? Ja, dat is prachtig. Ja, ik snap nou waarom die Russen allemaal zo lopen. Zo? Van de ene kant van de kas geven en dan van die hendel trekken, zo, constant zo. En dan? Maar niet omdat je lopen nou zo erg leuk vindt. Nou, ik vind het ook niet vervelend natuurlijk. Ik liep altijd wel hard, maar...